De Poststraat en de gedeelte Hoofdstraat zullen vrijdag 3 oktober afgesloten zijn in verband met een verplaatsing van de weekmarkt. Dit gedeelte in de Poststraat worden de kraampjes opgesteld. Kerkrade is er alles aan gelegen dat alles goed georganiseerd is. En ook het gedeelte Hoofdstraat vanuit de Grupellostraat tot aan de Oranjestraat is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Dit komt omdat er op de markt een stoffenmarkt wordt gehouden. Die wordt ieder jaar om deze tijd gehouden in verband met de vrije dag van de Duitsers. Er worden dan duizenden extra bezoekers in Kerkrade verwacht. Duitsland viert op 2 oktober de Tag der Einheit en die wordt vrijdag gevierd. Stilstaan of parkeren op een invalide parkeerplaats zonder in te bezitten zijn van een invalide parkeerkaart kan een boete opleveren van €365 in de gemeente Kerkrade. Het is dus extra oppassen waar u uw voertuig parkeert. De komende weken dienen de bestuurders die rijden op de Stationsstraat en de Kapellaan in Kerkrade Centrum extra voorzichtig te zijn in verband met bladeren op het wegdek. Indien de bladeren nat worden, kunnen die voor spiegelgladde wegen zorgen. De bakken zijn al voor 3/4 gevuld. Een bedrijf dat bomen onderhoudt heeft afgelopen zondag de bomen flink uitgedund. Dat kan een overlast van 10-25% minder opleveren. Toch is het extra oppassen geblazen. De bomen laten de bladeren los in verband met voorbereiding van de winter. De voedselkern wordt afgesloten waardoor de bladeren afsterven. Dit blad is aan de laatste uren van zijn leven bezig. De politie heeft vandaag de eerste bekeuring uitgedeeld aan een snorfietsbestuurder die reed op het voetgangersdomein in Kerkrade. Een vrouw kwam ook aangefietst en zag nog net dat de politieagent aan het bekeuren was. Zij stapte tijdig af. De boete bedraagt €97.